nooit meer. Zegt u geen nee tegen Noortje? Ja, dit is natuurlijk zo'n auto van ons lijstje. Van jullie lijstje. Waar je een keer in wil zitten. Een keer wil rijden. Een keer wil bezitten. Nou ja, dat is ook de aanleiding voor deze video. Natuurlijk, jullie hebben de branding al gezien. Deze M3 CSL E46 komt ter veiling. Nou ja, daar gaan we straks nog even over hebben. Of eigenlijk niet. We gaan het vooral over... Ja, dit apparaat hebben. Dit geluid. Ja, je hoort het dus meteen, M3 CSL. Heel specifiek geluid. Daar gaan we straks nog meer van laten horen en nog meer van genieten. Maar ook van buiten, ja, if you know, you know. Ja, hier staat gewoon een 3-serie coupé, maar je ziet direct dat het een M3 is. En de kenners zien ook direct, ja, dit is een M3 CSL. En ik loop even door wat dingetjes heen met jullie. Een aantal dingen zou je echt wel weten. 19-inch BBS velgen, destijds met Michelin Pilot Sport Cup banden. Hagelslagbandjes, zoals wij ze noemen, dan heb je een heel klein beetje profiel. Met dit weer eigenlijk al niet lekker mee te rijden. Nou, die banden die zijn al heel lang een keer vervangen. Moest je destijds ook voor tekenen bij de BMW dealer. Van dat je je bewust was, want als het regende en koud was, dat je dan eigenlijk niet moest gaan rijden. Best grappige details. Maar ja, van voor tot achter toch een aantal wijzigingen, los van die velgen. Kijk die voorpartij even, de bumper. Geen mistlampen, grote lucht inlaten in het midden, maar ook ja, die luchthapper hier. We gaan het straks nog even over de motor hebben, maar ik wil het nu even beperken tot het uiterlijk. Carbon fiber, ja, zo'n frontsplitter. 50% meer downforce had de M3 CSL ten opzichte van de M3. Nou moet ik daar dan ook meteen bij zeggen, destijds auto's hadden niet zo ontzettend veel downforce. Dus dat ging van, nou ja, een paar kilo naar 6 kilo, noem maar iets. Het werd ook niet verder gespecificeerd. Staat voor lichtbouw en in dit geval is er ook echt wel veel aan gebeurd. We zagen vooral carbon fiber dak. Ja, bij een zwarte auto springt dat er natuurlijk niet zo heel erg uit, maar hij zit er wel degelijk op. Scheelt 7 kilogram. Achterruit wat dunner. Aan de achterkant ook, ja, het is een soort diffuser achter, ook weer carbon. In de kofferbak, ja, het. Ooit bij Top Gear zeiden ze, ja, dat is een kartonnen bodem, maar dat is een soort fiberboard. Maar dat is ook weer licht materiaal. En zo zie je ook, ja, wat structurele punten in de auto. Ook weer ja, carbon fiber of fiberglass-achtige constructies. En dat scheelt gewoon allemaal serieus kilogrammen. Stoelen, wacht, ik doe hem even aan deze kant open. We staan nu toch aan deze kant. Vaste kuipstoelen. Scheelt ook weer. Hè. Normaal zaten er elektrisch bediende stoelen in de auto. Carbon fiber, middenconsole, stuurwiel met maar één knopje. Ja, het scheelt toch weer een paar gram. Nee, nou ja, weet je. Het minimalisme vind ik wel echt serieus leuk. Carbon fiber hier. Achterbank, ja, kunnen we niet zien, maar ook daar zijn weer delen vervangen door lichtgewicht materialen. En ja, in principe had je geen airco, geen radio. Nou, als je dat dan ook allemaal niet deed, scheelde het 110 kilogram. Dat is echt wel een serieus verschil. Dat is het verschil, ja, of je zeg maar een beetje lijvige passagier meeneemt. Nou ja, in performance auto's, als je dan echt aan de stampen bent, dan merk je dat wel. Dus dat was een serieus mooie upgrade. Oftewel, ja, meer gewichtsverlies dan een upgrade natuurlijk. Maar ja, al die dingen bij elkaar. Ja, en wat ik gaaf vind ook. Ja, kijk, dit achterklepje, het spoilertje. Het is allemaal nog niet zeg maar in your face van die grote zeg maar vleugels. Maar heel subtiel, mooi geïntegreerd met het uiterlijk van de auto. En het maakt een verschil. Het maakt ook verschil dat je dan geen knop meer hebt om de kofferbak open te doen, maar die heb je dan in het interieur weer. Staat er lekker bij, hè? En hij klinkt zo goed. Ja, dit is gewoon een lekker puristische auto. Het stuurt gewoon heel puur. Dit is ook, ja,
voor die tijd dat er al elektronica was, dat is niet helemaal waar. We hebben natuurlijk wel wat elektronica, maar nog steeds niet zoveel. En die 110 kilogram die verdwenen is, die ik nu weer bij me heb in de vorm van een bijrijder, maar die vrij vaak bij me, dus daar ben ik toch wel aan gewend. Ja, je merkt dat deze auto heeft er gewoon zin in. Ja, en het geluid en zo helpt er ook bij, maar natuurlijk ook onderstel, de besturing is sneller geworden, onderstel zo aangepast er zijn. Gewoon stiekem best veel modificaties gedaan door BMW en GmbH om van een normale M3, even het motorgeluid, CSL te maken. Echt wel een attractie, dat is belangrijk voor een auto. Destijds ook, Nürburgring tijd, 7 minuut 50. Nou ja, nu denk je dan misschien, nou, zo snel is dat niet. Maar dat is gewoon stiekem wel snel. Maar luister nog weer een keer. Die motor is ook echt bijzonder. En ik wou zeggen, hier gaat het allemaal om. Maar het is eigenlijk het hele pakket waar het om gaat. Maar dit deel... Ja, maakt het wel nog weer meer bijzonder. Dit is een luchtinlaat. De lucht gaat ook echt vanaf daar erin. En moet je ook kijken, hier zit een klep heel groot. Dat hoor je ook, weet je, als je op het gas gaat, dan hoor je die auto ademen. En het aanzuiggeluid van een motor, ja, dat is soms nog mooier dan het uitlaatgeluid. Ja, soms, ik zeg soms, maar ik bedoel eigenlijk altijd. Als je dat goed doet, en BMW heeft dit... echt heel goed gedaan. We kunnen best wat dingen afdingen op de auto als de M3 E46 CSL, maar dit deel, nou, ik denk dat iedereen maar mee is, fantastisch. Carbon airbox, heel groot. En normaal is dat zo'n luchtfilter en zo, is veel kleiner. Nou ja, dit is de S54, 3.2, 6 in lijn. Lekkere upgrade qua vermogen heeft hij gekregen. Natuurlijk, die airbox is anders, heeft een ander uitlaattraject, maar ook scherpere nokkenassen. En toen kwam er 17 pk bij. Het lijkt nog niet eens zo heel erg veel, maar totaal 360 pk, 370 Nm aan koppel. Maar vooral de gretigheid van dit blok en hoe het klinkt en hoe dat dan zingt en met je praat. En nog steeds geen langzame auto. Hè? 4,9 seconden naar de 100. 250 km per uur. Die begrenzen kan je ook verwijderen. Kon je ook verwijderen. En dan is die ook echt weg. Dan kan je gewoon zo hard rijden als de auto kan. En altijd gekoppeld aan een SMG2 bak. Een bak met enkele koppeling. Dus daar moet je altijd wel eventjes een beetje aan wennen qua rijden. Maar hij heeft ook weer een ruig sportief randje. Wat dan ook leuk is. Alleen al voor die motor zou je een E46 M3 CSL wel willen kopen. Kan ook. Nou ja, geen verrassing bij deze video. Deze auto komt op de veiling bij Collecting Cars. Dus check die kavelbeschrijving. Zullen we ook linken in de beschrijving van de video. En ja... Oh, ook dat tussengas met schakelen. Dit is echt feest. En nog steeds gewoon een berengoede auto met echt performance en een geluid. Heel fijn. Heel lekker.